Hallo en welkom bij de Flemish Woodworker. Het slechte weer is zo goed als gedaan, denk ik. Er gaan een paar schoon lentedagen aankomen. Dus het is tijd om mijn ergernis van de winter weg te werken. Ik zit hier achter mij een wei in mijn tuin. Dus het gebeurt regelmatig dat er heel veel zand wordt binnengedragen. Wat ga ik eraan doen? Ik ga een plankje maken waar we ons botten kunnen opzetten. Ik ga die beschermen met een waterdichte coating. Ik ga iets maken met borstels voor de botten af te kuisen. En dan ga ik nog iets anders maken, een hulpstuk eigenlijk, om uw bot mee uit te trekken. Die dingetjes, ik ga die maken met wat restafval. Deze is natuurlijk van een schap dat ik nog had liggen. En dat is eigenlijk alles. Dit is het enige wat ik ervoor gekocht heb, samen met die twee borstels. We gaan eerst beginnen met deze proper te maken. Er hangt zand aan van daarvoor. Dus ik ga dat gewoon even wat afborstelen. En dan wat reinigen met een reiniger. Hè. Voilà, nu ga ik deze even laten drogen. Gaan we hier een aantal latjes op maat zagen, dat we dat rondom rond kunnen bevestigen dat we eigenlijk een soort van kuipje hebben waar dat we ons botten gaan opzetten. Dat gaan we dan behandelen met die rubber seal, waardoor het dat helemaal waterdicht wordt. Oké, okay, we gaan het hier zagen met behulp van mijn lieve kindjes. Ik heb twee stukjes van 80 nodig en een stukje dat er tussenin vallen. Dan gaan we direct bekijken welke afmetingen dat zijn. Ik zal het begin doen, Noah. Zo, zeg maar verder nu. Ik ga het duwen. Ben je niet? Probeer je andere handje eens. Kom hier staan. Zo. Je moet rustig zijn, je moet rustig zijn. Je moet de zaag laten werken. Probeer eens zo naar boven. Papa, ik kan zeker heel zaag maken. Kijk, mag papa eens zo? Maar hoor, wat ga je doen? Ik moet trappen pakken. Ga je niet meezagen? Ja. Oh, instikken. Je gaat het instikken. Zal ik het begin doen? Nee. Ja, het begin gaat moeilijker, hè? Dus zal ik even zo doen. Voilà. Ik heb het gehaald. Nu dit. Wacht. We gaan eerst een keer meten. Eerst een keer meten. Dus dit komt zo. Een stukje van 26 hebben we nodig. 26. En als ik dat zo doe? Dat doe je toch, zo. Alsjeblieft. Dat je toch doet, mijn werkbank in stukjes zagen. Zag je? Oké. Zal ik even eerst inzetten? Gek, papa. Is dat gek? Waarom is dat gek? Ben je al moe? Van dat beetje werk? Mm-hmm. Allee dan, ga maar rusten dan. Dan ga ik naar boven. Ja. Ik ga even schouw met een D3 houtlijm doen. Dat gaat voor deze jobje zeker volstaan. Misschien dat ik er nog gauw een nageltje bij inklop om het iets of wat te verstevigen. Die buzzer zet niet veel meer in. Oh, geen probleem. Deze is ook D3 houtlijm. Ik ga eerst dit lijmen. Dan ga ik aan het andere stukje beginnen. Voor mijn schoenen te kuisen. Dan kan ik dat ook in elkaar
zitten. Dan is dit voldoende droog zelfs om de coating te geven. Dan kan ik die coating in één keer op beide stukken zetten. Klop eerst een keer zo met nageltje in het hout. Dat zorgt er eigenlijk voor dat ik mijn vezels niet te hard opzij ga duwen. Hetgeen wat je ook kunt doen, is zo van boven op je nagel kloppen. Dan blotte die, dan mokte die punt eigenlijk wat botter. Waardoor dat je minder kans hebt op splijten van je hout. Als we dat nog eens recht zouden kunnen nagelen. Dat zou ook fantastisch zijn. Voilà. Lijm afkuisen langs de binnenkant ga ik zeker niet doen. Het heeft weinig nut. Het mag er blijven inhangen. Als het is uitgehard, dan zorgt dat ervoor dat de coating dat die niet echt in een hoekje zit. Dat is iets. Dat kan zeker geen kwaad in dit geval. Voilà, dan ga ik even laten drogen. Dan ga ik hier een stuk afzagen. Deze plankje, daar komen die borstels op. Daar ga ik aan de onderkant van die rubber pads gewoon even oplijmen. Ik gebruik daar van die rubber terras tegeldragers voor. Dat is eigenlijk zoiets dat ik daarvoor gebruik. En ik gebruik die eigenlijk voor dingen wanneer ze tegen het water in het water staan of zo. Of wanneer ze niet mogen bewegen, dan is dat ideaal. Ik kan die er gewoon even gauw met wat constructielijm op vastplakken. En dan ga ik die even laten harden. Het moet niet te veel fancy shit zijn. Gewoon een dotteke lijm erop. Ondertussen, als deze droogt, ga ik mijn lintzaagje klaarzetten. En dan gaan we met de laatste plank eigenlijk beginnen. Hier komt uw bot. Ik ga gewoon 30 nemen. Nou, dat wordt het. Dan ga ik hier nog een blokje van 5 centimeter bij afzagen. En deze blokje komt dan hier eigenlijk te staan, waardoor dat uw plank een beetje schuin staat. Maar dat gaan we zelfs allemaal wel zien. Maar bij nader inzien, ik denk dat ik het gewoon snel even met de wipzaag ga doen. Dat gaat me net iets sneller gaan. Alright, let's go. Voilà, dat is het ongeveer. Zie moeilijk hoeft dat niet te zijn. Eens even hier. Twee zagen. Deze zou dan zo ongeveer moeten komen. Dan kunnen we die bot uittrekken. Er wel voor zorgen dat het ietsjes naar achter staat, blokje. Dat ik hier nog dat randje heb. Dus
Tekenen we hier even het midden af. Voordat we ze eens een vijsje kunnen zetten. Voorboren is bij deze niet nodig. Ik laat het puntje van het vijsje er ietsjes doorkomen. Dan kan ik deze er zelfs in duwen. Dan gaat het eigenlijk wat vaster zitten. Dus hier mooi in de midden op het lijntje, hier ook. Ik heb deze eerst aangevezen om dat te schuren. Dan kan ik hier nog eigenlijk een beetje, ja, dan kan ik dat een beetje schuin afschuren. En dan gaat het beter zijn. Oké, dat is dat voor de ronding. Als je geïnteresseerd bent in die spindelschuurder, ik heb die gekocht, ik heb die gekregen van HBM. Om daar een eerlijke review over te doen. Geloof me vrij, die mensen kunnen het niet hebben dat je er eerlijk over bent. Hè. Ik kan dat begrijpen dat je producten altijd positief wilt belichten. Zorg er dan ook voor dat die positief zijn. In dit geval was het positief. Die bandschuurder of de spindelschuurder is in mijn ogen een zeer goeie machientje. Daar heb ik al heel wat plezier aan beleefd. En dat werkt, gelijk dat je ziet, vlot in wisselen en dergelijke. Dus... Oké, goed. Ik kan even snel de buitenkanten en zo nog wat scheuren. Goed, ons eerste ding. We gaan een keer zien wat het zegt. Ziet er precies wel savai uit. Goed, ik kan een bazaar voortspoelen. Dat gaan we waarschijnlijk toch niet allemaal willen zien. Hè. Even fast forward. Ik zal dat wel gewoon met bewerken doen, want anders ga ik hier een beetje iets voor hebben, denk ik. Dat is dat. Dit ga ik ook heel even opzij leggen, ergens. Die andere plank en deze plank, die heb ik twee keer in die rubberseal gezet. Dat is, volgens de beschrijving is dat voldoende en ik denk het ook wel. Zeker die andere plank, daar komt niet echt een belasting op. Hier ga ik gewoon die borstels zo in de midden nog opvijzen. Dan kun je hier een voet opzetten en uw andere voet proper maken, hier ene en uw andere voet proper maken. Dat is het idee. Er zijn veel dingen die ik zie en die gebruiken dan zo twee borstels en er staan dan zo nog twee borstels op. Dat is, dat is misschien ook goed. Ik wil het eigenlijk gewoon een beetje simpeler houden. Vandaar dat ik dat met deze twee wil doen. Deze plankje heb ik ook in de lijnolie gezet. Deze is ook klaar. Dat staat al... op de plaats waar we binnenkomen om ons botten uit te trekken.
Vergeet ook zeker niet te abonneren, te liken en de filmpjes eventueel te delen. Wil je dat mijn filmpjes regelmatig in uw tijdlijn komen? Vergeet dan ook zeker niet op dat belletje te klikken. Ik zeg dat misschien te weinig, eigenlijk is dat wel heel belangrijk voor mij. Ook gemakkelijker voor jullie. Dus, indien je daar interesse voor hebt, zeker doen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.